De EBS-werknemersorganisatie OWAS is per vandaag landelijk in beraad. Het OWAS-bestuur had vanmorgen een gesprek met een cluster van ministers, welke geleid werd door minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De directie, met wie het bestuur gisteren een gesprek had, is vandaag per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de ALV. Het beraad houdt in dat de leden van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags geen werkzaamheden zullen verrichten. Dit model geldt vooralsnog tot en met vrijdag aanstaande. Het bestuur, bij monden van voorzitter Hellings, zegt de houding van de directie zat te zijn omdat deze elke keer afspraken verschuift.